Yo guys, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mick zonder suiker. Dag 4 van de challenge, hij zit er inmiddels bijna op. Er is een hoop gebeurd. Ik had vanochtend wat gevlogd, maar volgens mij heb ik dat per ongeluk verwijderd, dus ik doe het even zo. Vandaag heb ik dus gesproken met een diëtist Eline Zuiderwijk. Die heeft mij een hoop verteld over suikers. Wat is goed, wat is slecht, waar moet ik op letten. Het resultaat ervan zie je hier. Oké, zou je jezelf eerst even voor willen stellen? Ik ben Eline Zuiderwijk, ik ben diëtist. Ik heb inmiddels 4 jaar mijn diploma op zak, voeding en diëtetiek heb ik gestudeerd. En ik ben inmiddels ook 4 jaar ook al werkzaam als diëtist. Qua voedingsadviezen hou ik mij heel erg altijd bezig met de suikers. Ik streef ernaar dat stapje voor stapje de mensen steeds minder suikers gaan eten. En dan hebben we het natuurlijk ook over de toegevoegde suikers. Even over de suikers. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen toegevoegde en natuurlijke suikers? Natuurlijke suikers zijn de suikers die echt van zichzelf al in een product zitten. Aan heel veel producten worden tegenwoordig toegevoegde suikers toegevoegd. En bij toegevoegde suikers moet je denken aan geraffineerde suikers. Is dat dan echt vooral de laatste tijd dat dat steeds meer wordt toegevoegd? Nou, eigenlijk zit het al heel lang in onze voeding. Ik denk dat je wel over decennia kan praten dat het wordt toegevoegd. Het is wel steeds meer geworden. En je ziet nu dat het juist de andere kant weer op gaat, dat er steeds minder suikers worden toegevoegd. Omdat de consument steeds kritischer wordt en bewust is van, ja, wat zit er nou eigenlijk in ons eten? Ik denk dat het ideale beeld is dat mensen dus steeds bewuster worden, waardoor uiteindelijk de grote merken in de supermarkten daar steeds meer rekening mee moeten gaan houden, omdat ze hun consumenten natuurlijk niet kwijt willen. Als de toegevoegde suiker überhaupt in een gezond eetpatroon? Ik vind van niet. Waarom? Ik vind het heel erg belangrijk dat de mensen zich voeden in plaats van vullen. En eigenlijk zijn die toegevoegde suikers dus vaak die schoongemaakte, geraffineerde witte suikers. Die dus helemaal 0,0 echte goede voedingsstoffen bevatten. Ze bevatten alleen maar de loze calorieën. En die hebben we dus eigenlijk niet nodig. Wanneer je toegevoegde suiker eet, of eigenlijk alle snelle suikers, dus daarbij kan je ook denken aan bijvoorbeeld vruchtensappen, gaat eigenlijk je bloedsuikerspiegel als een gek omhoog. Het wordt heel snel opgenomen in je lichaam. Als reactie gaat je lichaam heel veel insuline aanmaken. Want insuline is het hormoon dat ervoor zorgt dat die suikerspiegel weer kan zakken. Want een hoge bloedsuikerspiegel is niet goed voor ons. Vaak zakt die bloedsuikerspiegel zodanig dat je weer zin krijgt in zoet. Dus wat er gebeurt als je veel toegevoegde suikers de hele dag door gebruikt, is steeds een piek en een dip van je bloedsuikerspiegel. Het gezonde eetpatroon is volledig zonder toegevoegde suiker. Precies. En dat is natuurlijk een proces. Dat is niet van de een op de andere dag. Jij hebt Die Hard de challenge ben je aangegaan om ineens te switchen van heel veel suiker naar helemaal niet. Daardoor kan je nu ook wel de afkikverschijnselen ervaren. Maar dat moet eigenlijk bij iedereen voor de rest een stapsgewijs proces zijn, waarin je steeds meer producten gaat bekijken en de keuze maakt van, nou, in dit product A zit geen suiker en in B wel. Nou, dan is de keuze makkelijker om uiteindelijk voor A te kiezen. En zo wordt je keuze ook steeds breder. We hadden het net al even over de afkikverschijnselen. Wat gebeurt er nou eigenlijk bijvoorbeeld in mijn lichaam toen ik die challenge ben begonnen? Ik ben dus gegaan van heel veel toegevoegde suikers eten naar in één keer niet meer. Wat gebeurt er dan in je lichaam? Nou, wat je dus voorheen hebt gehad is heel erg die schommelende bloedsuikerspiegel, waarbij het lichaam dus ook steeds meer suiker nodig heeft. En dat is vooral een ding wat in je hoofd dan speelt. Nu ben je daar ineens radicaal mee gestopt en je lichaam, ja, die moet eigenlijk gewoon echt daarvan afkicken in de zin van, het is gewend aan die suikers geraakt. En nu is het echt de kunst om door te zetten, want je lichaam moet daar gewoon aan wennen. Dat is hetzelfde met stoppen met roken. In het begin blijf je dat ook nog steeds willen. Je lichaam blijft erom vragen van, ik wil nog meer suiker. Eline heeft daarna ook met een hele speciale weegschaal mijn hele lichaam gemeten. Dus mijn BMI, maar ook mijn vetpercentage, zelfs op verschillende plekken op mijn lichaam. Dus dat is echt heel gaaf. Op dit moment weeg je hier 85,5 kilo. Nou, je BMI moet tussen de 20 en de 25 en is nu 23,4. Jouw vetpercentage moet voor jouw leeftijd onder de 20. Die is 19,3. Is goed, maar zeker als ik jou zie, zou die misschien in verhouding wel lager mogen. Okay. Je vochtpercentage moet tussen de 50 en de 65.
is 55,9. Dus prima. Je hebt 65,6 kilo spieren van je totale gewicht. Dat is ook geheel normaal naar lengte en leeftijd. Jouw klassificatie, fysieke klassificatie. 1 staat voor dit, 2 staat voor dat. En 5 staat voor standaard. En dat betekent gewoon gezond. Omdat je binnen de goede range valt van de andere waarden. Je hebt 3,4 kilo botten. Ook heel normaal. Zit kan hij dat allemaal zien? Dat kan hij allemaal zien, ja. De metabolische leeftijd is voor jou 27. En dat komt puur omdat je vetpercentage in verhouding aan de hoge kant zit. Okay. Hij is niet te hoog, want als ik jou zie is er ook niks aan de hand. Nee. Maar ik denk vooral in verhouding dat hij wel iets omlaag zou mogen. En als laatste je buikvet. Doordat je de elektrodes zo vast hebt, gaat er ook een stroompje zo langs je buik. En zo langs je buik krijgt weerstand van vet op de buik. Vet rondom de buik is het gevaarlijkste vet rondom je belangrijke organen. Die moet onder de 13, is gewoon puur een waarde. En die is bij jou 3,5. Dus dat is ook helemaal keurig. Geslaagd. Cool. En zo, ik begon de dag echt zonder energie. Ik werd echt moe wakker, echt niet chill. Ik heb wel stevig ontbeten. Met de muesli die ik de vorige aflevering heb gemaakt. En met wat scrambled eggs. En met wat suikervrije ontbijtkoek. En dat was echt heel lekker. En met dat ontbijtje had ik echt meteen weer heel veel energie. En die energie bleef ook echt heel lang gedurende de dag. Ik denk dat ik rond de uur of 7, 7:30 heb ontbeten. En pas rond de uur of 1:30, 2 kreeg ik echt weer honger. Normaal gesproken ben ik dan rond de uur of 10 alweer aan het snacken. Maar ja, met dit ontbijtje deed ik dus echt een stuk langer. Dus ik begin wel te merken dat de suikers in mijn lichaam af beginnen te nemen. En dat, dat de gezondere ontbijtjes wat, ja, gewoon wat langer... Wat langer energie geven. Vanavond heb ik wat pasta gegeten. Het was... ik vergeet steeds hoe die dingen heten. Een momentje. Ravioli. Ik heb ravioli gegeten. Van de Albert Heijn. Gewoon de witte ravioli. Niet eens de volkoren. Zelfs deze was zonder suiker. Dus gewoon de normale gekocht. Met wat kaas en wat pesto. En ja, dat heb ik net al gegeten. En ik voel me eigenlijk best prima. Beetje koppijn. Maar dat ben ik inmiddels wel gewend. Dus ja, ik heb het idee dat er verbetering in zit. Ik wacht nog heel even af hoe het morgen gaat. Maar volgens mij gaat het goed. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van Mix zonder suiker.